Ik zit hier vandaag met Martijn Gussinklo en die gaat mij even een paar dingetjes over de bloemenkorzen van 2016 vertellen. Hoeveel wagens doen we dit jaar mee? Uh, we hebben tot op heden hebben we een inschrijving van 44 nummers. Verdeeld over de A, B, C, D en 1 E-nummer dit jaar. En is de verdeling ook wel een beetje gelijk? Uh, de verdeling is gelijk. Uh, moet ik even uit mijn hoofd zeggen: dan zijn we 7 A-wagens en 11 B-wagens. Uh, ik denk een stuk of 11, 12, 13 C-wagentjes en de rest is D en 1 e, e. Maar dat loopt allemaal nog wel een beetje door tot, uh, tot uh, twee weken voor het corso, één week voor het Corso. Dus we hopen dat we dit jaar 50 uh, nummers uh, op de weg krijgen. En dat zou betekenen dat we er dan ongeveer vier meer hebben dan vorig jaar. Dus mensen kunnen zich nu nog steeds opgeven? Ja, mensen kunnen zich nog opgeven, niet meer met hele grote wagens, maar dat wordt natuurlijk heel lastig. Hè? Ook in verband met het bestellen van de bloemen en dat soort zaken. Maar mensen die al mee willen doen met een leuke zeewagen of met een D- of met een versierde fiets, kinderen kunnen zich nog opgeven. Nou, ja, dat kan nog wel tot uh, ja, uh, een, drie, een drie weken, twee weken voor het bloemenkorps. Aan de, de grootte van de wagen. Als je een hele grote zeewagen hebt, dan gaat dat niet meer, want dan kunnen we geen bloemen meer bestellen. Maar anders lukt dat nog wel. En de afgelopen jaren zijn het aantal A-wagens wel teruggelopen. Is dat nog steeds zo? Uh, nee, door op heden niet. Uh, we hebben al drie jaar lang uh, zes tot zeven uh, A-wagens. Uh, dat is natuurlijk jammer. Hè. We hadden natuurlijk graag uh, altijd tien A-wagens willen hebben. Aan de andere kant, uh, we hebben te maken met vergrijzing. Hè. Steeds minder... Uh, uh, Corso's of corso groepen, die kunnen genoeg mensen op de been krijgen. Bijvoorbeeld de brandweer is een mooi voorbeeld. Die hebben de laatste jaren meegedaan met een groep van mensen. Die waren soms wel 75 of 80 jaar oud. Dat ging op een gegeven moment niet meer. Dus daar hebben we mee te maken. We hebben te maken met mensen die steeds minder tijd hebben. Mensen die veel andere dingen te doen hebben. Dus het is gewoon zaak dat we proberen die zeven A-wagens die we hebben, om die in de race te houden. En we hopen dat we in ieder geval het aantal B-wagens op niveau kunnen houden. Dat daar misschien dadelijk in de toekomst wat van doorstroomt naar de A.